Zo, barregaanders. Ik sta hier met een collega van Combex. Ik hoop dat jullie mij horen. En die is bezig blokken af te laden. Precies mee gaat gebeuren, weet ik ook niet. Ik sta hier in Heerenveen. Ik ga mijn trailertje afkoppelen, die daar staat. En de volgende trailer die ik aan ga koppelen, daar heb ik eigenlijk witte sokken voor nodig. De meeste barregaanders weten wel wat ik zo meteen ga aankoppelen. Zo, Willem King, dikke koeler. Dus, een koelertje erachter. Vrachtje kaas laden, ga ik mee naar bodem graven. En bij een koeler is het best wel belangrijk dat je met aankoppelen even uitkijkt of die wel achter past. Want hij zit er heel strak achter. En ik heb hem eerst even een half voorgezet, toen de luchtslangen aangekoppeld. Want als hij er eenmaal achter zit, ja, dan heb je geen ruimte meer om hem goed aan te koppelen. Nou, ik ben echt een noob op dit gebied. Maar hij staat er mooi tegenaan. En ik zal jullie even laten zien. Dit is de trailer. En die moet dan tegen dat blok aan. Ach, het is weer wat nieuws. En met een beetje verstand, gezond verstand, kom je er wel. Oh yeah. Nou, het was even wat onwennig op die elektrische pompkar. Maar het is gelukt. Alles went, hè. En de laatste kisten gingen ook een stuk sneller. Ik ben vol. En dankzij mijn collega's van AB Fresh. Echt top. Die helpen me verder, hè. Zo van, nou, daar kun je de pompkar halen. Je hebt 24 kisten, dan moet je beter het beste zo gaan laden. Dus het is niet zo dat je hier in het diepe wordt gegooid. Het is voor mij echt de allereerste keer met een koeler. Het is mooi schoon werk. Het is gelukt, hij zit vol. Ik ga naar bodem graven. Ik heb een klein beetje globaal uit laten leggen hoe het daar werkt. Er komt nu net een opdracht in. Laden Alphen aan de Rijn lossen in Sneek. En daarna komt er, even kijken, dat is om 4 uur laden Alphen aan de Rijn. 5 uur laden in Bodegraven en dan alle twee lossen in Sneek. Dit is ook gelukt, dat zal ook. Met de vlam in de pijp schuur ik langs de Brennerspas. Aangekomen op de plaats van bestemming en ik heb me gemeld bij de portier en ik moest in de wagen blijven zitten. Ik moest de deuren dicht laten en achteruit voor de dok. En ik merk dat ze me aan het lossen zijn. Er is iemand die heeft de papieren opgehaald. Die komen ze zo meteen brengen, afgetekend en wel, hoop ik. En dan kan ik naar mijn volgende klantje. En dan ga ik voor een supermarkt terugladen richting Sneek. Dus kijk hoe dat gaat. Heel avontuur met die koelen zo op pad. Wel leuk trouwens. Zo, nou, daar staat hij. Eerste van de twee klantjes die ik terug ga laden voor Sneek, voor de supermarkt. Die wordt nu geladen. Helemaal vooraan.
daar staat hij. Ze hebben hem voor mij geladen. Ik doe snel de deuren dicht, want we stoken niet voor de buren natuurlijk. Hè? Hij is aan het koelen nu. Collega Rens die rijdt voor mij. En die legt mij ook het een en ander uit. Het is niet moeilijk, maar je moet het even weten. Zo, nou, na al dat harde werken krijg je zin in wat. Ik ga even een snackje halen bij de pomp. Wat zeg je daarvan? Zo, even een balletje. Een balletje mayo. Lekker hoor. Moet ook kunnen. Zo, dat ging er even lekker in. Even lekker gegeten, balletje gehakt, op zijn tijd moet kunnen. Ik heb die vracht al gelost in Sneek, dat is allemaal goed gegaan. Rens die heeft een half uurtje van tevoren gebeld. En nou ja, ze stonden al op ons te wachten, dat was er eigenlijk zomaar uit. Dat was binnen een half uurtje was dat bekeken. We zijn alweer wat verder in de week. En vanmorgen heb ik een vrachtje kaas geladen in de fabriek. Bij Heerenveen. En die heb ik naar Zeewolde gebracht. Die kazen die zijn klaar. Die worden naar Zeewolde gebracht. En daar kunnen ze dan narijpen. In een heel groot koelhuis. En dat wordt vervoerd op stellages. Op kratten. Ja, kratten, stellages. En die lege stellages neem ik ook weer mee terug naar de fabriek. Zodat daar weer nieuwe kazen op kunnen komen. Mooi, die heb ik er dus nu in. Die ga ik dan lossen. En dan is het gebeurd. Dan is mijn weekje er weer op. Nou, dit zijn dan die stellages waar ik het over had. Deze breng ik weer terug naar de fabriek. Die worden helemaal schoongemaakt en daarna kunnen er weer kaasjes op liggen. Ik heb dat vrachtje eruit. Het leuke van lossen op fabrieken zoals deze is dat er altijd goede sanitaire voorzieningen zijn. Er is altijd koffie. Het vrachtje ging er heel makkelijk uit. Ik kwam nog een paar collega's tegen. Ik kwam Sikko nog even tegen. Sikko van de Werf. En die zei, doe de groetjes maar even aan mijn vader, Jan van de Werf. Dus bij deze. Leuk, die kijken altijd naar deze vlog. Goed, dit was hem weer. Ik ga hem afkoppelen. En ga ik weer lekker een beetje naar huis toe. Abonneer je op dit kanaal. En steek een duimpje omhoog. Wees eens lief. En ja, glimmende kant boven, tussen de lijntjes. Je weet hoe het werkt, hè? Hey, ontlater.